Yo mensen, ben je op zoek naar de allergoedkoopste FIFA 15 coins? Ga naar fifacoin.com en gebruik de code DNPNL voor nog eens 5% extra korting. De link staat natuurlijk in de beschrijving. Hallo mensen, kom van op snel met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik een soort van informatievideo. Het is nou geen FIFA, maar wat je hier ziet is puur wat informatie over mijn nieuwe coinsponsor. Ik heb namelijk bijna een jaar bij Fasciti Coins gezeten, maar heb uiteindelijk toch besloten om een nieuwe coinsponsor te zoeken. Ik ga je in deze video uitleggen waarom en ik ga je uitleggen hoe je het makkelijkst coins kan kopen. Laten we maar meteen beginnen met waarom. Ik ben volgens mij vorig jaar in juli ben ik aangesloten bij Fasciti Coins. En ja, het is eigenlijk altijd helemaal goed gegaan. We hebben nooit ruzie gehad of zo. Altijd ging prima, ik werd altijd op tijd betaald. En ja, eigenlijk, ja, het ging gewoon prima. Wat het dus was, de laatste tijd gingen natuurlijk steeds meer mensen die sloten zich aan bij FIFACoins.nl. En die site was zoveel goedkoper dan Fasciti Coins, dat aan de ene kant ik het eigenlijk niet meer kon maken voor Fasciti Coins, om Fasciti Coins te promoten, aangezien ja, ik jullie dan eigenlijk afzet dat de rest zoveel goedkoper is. En aan de andere kant gingen de verkopen natuurlijk ook heel erg naar beneden. En ja, dat leverde gewoon veel minder geld op voor Fasciti Coins. Zowel Fasciti Coins als voor mij. Dat is, ik geef gewoon eerlijk toe. Ik ben ook bereid eerlijk te zijn tegenover jullie. En ja, zeg maar deze video. Uiteindelijk ja, kwam ik op het punt dat ik dacht van ja, dit kan niet meer. Dit gaat niet meer werken. Ik had een paar aanbiedingen gehad van andere coinsponsors die me graag in wilden lijven. En ja, toen ben ik een beetje op onderzoek uitgegaan. Drie dingen vond ik erg belangrijk. De eerste moest natuurlijk betrouwbaar zijn. Ten tweede moesten ze Ideal hebben. Want heel veel van die Engelse bedrijven hebben alleen PayPal. Geen Ideal. En dat vind ik toch wel een vereiste. Aangezien heel veel van jullie alleen Ideal hebben. Dat weet ik. En ten derde moest het gewoon een goedkope site zijn. En dat heb ik gevonden. Het is fifacoin.com geworden. Als je zeg maar naar mijn kanaal gaat, laat het mijn laatste video aanklikken. Dan heb je dus zeg maar hier een linkie. Het is een beetje een rare link. Er staat af achter omdat het een affiliate link is. Ik heb die niet zelf gemaakt, maar zij sturen die link naar mij. Want met die link zien zij zeg maar hoeveel ik verkoop. Het is zeg maar niet dat als ik zo verkoop dat ik dan ineens meer geld krijg. Niet dat ik een percentage krijg. Ik krijg gewoon een vast bedrag. Maar zien ze wel hoeveel ik verkoop. En dat is dus met die link, zie je dat. Ik ga dus daar ook niet over liegen dat het gewoon zo'n link is zoals alle linken. Maar ja, dan weet je dus waar die af. Eigenlijk zijn al die linken eraf. Staat dus een affiliate link. Maar ja, daar is het dus voor. Als je erop klikt en dan heb je allemaal verschillende manieren hoe je coins kan kopen. Dit is dus een site. Je kan even een accountje maken. Hoeft niet, is niet nodig. En ik ga je nu even uitleggen. Ja, zeg maar, wat je zeg maar hier allemaal kan doen. Nieuw account in Comfort Buy is nu alleen nog maar mogelijk op de PlayStation, aangezien Xbox zo ongelooflijk duur is. 100k kost daar echt 7 euro of zo. Het is echt ongelooflijk, omdat ze die glitches hebben aangepakt. En ja, het werkt daar op Xbox. En met PlayStation gaan de prijzen nu ook omhoog. Ik weet niet of dat zeg maar, ja, of het echt een probleem gaat worden, maar het zou wel kunnen zijn. Want bijvoorbeeld, je betaalt nu, hier staat price for 1k coins. Dat is nu 0,007 cent. Maar een paar dagen geleden was het nog 0,003. En dus het is zoveel al omhoog gaan. Dat is ja, fucking jammer eigenlijk. Maar ja, het is nou eenmaal zo. En ik weet ook niet hoe lang het nog omhoog blijft gaan. Aangezien het dus Team Season komt eraan. Vandaag komen er weer blauwe kaartjes. Dat is allemaal hartstikke leuk. Blauwe, ik bedoel natuurlijk de paarse kaartjes. Blauw is natuurlijk Team Season. Maar ik ga je dus uitleggen hoe dit allemaal werkt. Ten eerste kan je dus een account kopen. Dit is een automatische service. Je krijgt je account echt binnen een minuut ongeveer. Heel veel mensen via Twitter hebben het ook al, ja, zeg maar, daar gekocht. En zeiden, oh Koen, dankjewel. Ik krijg binnen een minuut binnen. Zo goedkoop. Ja, leuk. Ja. Nou, dat is het ook. Dit is echt fucking goedkoop. Het is nu dus wat duurder. Maar dat komt. Alle sites zijn duurder. Zeg maar niet dat deze site alleen duurder is. Gewoon alle sites zijn duurder. Als je dat dus zeg maar, je wilt 2 miljoen coins kopen, ga je naar Order Now. En dan, ja, dan heb je een paar keuzes. Moet je je e-mail invullen? Je moet hier je goede e-mail invullen, mensen. Ja, want anders krijg je account gewoon naar een andere site gestuurd. Je mag ook doenopresnl@gmail.com invullen. Dan krijg ik alleen je account. Een beetje zonde voor jou, een beetje zonde van je geld. En dan heb je hier dus de mogelijkheden om te betalen. Je hebt zelf nog meer opties hier. Maar dit zijn allemaal van die rare dingen. Daar moet je niks mee. Dan kan je kiezen PayPal, Visa, Paysafe Card. Kan dus ook maar betalen, wel 10% extra. En Ideal, je betaalt niks extra met Ideal, dus gewoon dezelfde prijs. De couponcode is DNPNL. Oh, faal ik ook nog. DNPNL gaat er ook nog eens 5% vanaf. Dat is best bijzonder bij zo'n site, zeg maar, waar het zo goedkoop al is dat er nog zoveel geld vanaf gaat. En dan ga je naar checkout, dan ga je naar je banksite en zo. Hartstikke betrouwbaar allemaal. Dat is dus de eerste optie. Als je daar vragen over hebt, kan je het naar mij zetten via Twitter of is hier rechts zo'n support dingetje. Als je daarop klikt, dan ga je naar de helpdesk. Die reageren ook heel snel. Ze zijn volgens mij 24/7 online. Ik krijg wel zeker dat die 24/7 online zijn. Je kan ze ook contacten op Twitter, maar op Twitter reageren ze niet zoveel. Zijn ze een beetje inactief. Dan ga ik nu de tweede manier uitleggen hoe je coins kan kopen. Dat is via Comfort Buy. En dit is echt een geweldige manier om coins te kopen. Dit is het goedkoopste van de wereld, volgens mij, wat ik gevonden heb. En dit is zeg maar dat zij de coins op jouw account zetten. Een paar subs van mij hebben dat al gedaan. En die zeiden al, Koen, ik heb binnen 40 minuten mijn coins al binnen. Hartstikke bedankt en zo. Dat vind ik natuurlijk
hartstikke tof om te zien. Dit is zeg maar dat jij je accountgegevens geeft aan deze website. En dan zetten zij je coins op jouw account. Wat je hier ook ziet staan. Leave more than 50k in your account. We'll speed the delivery up. Please do not log in your account during the service or the order will be failed. Je krijgt zeg maar een mailtje als het gelukt is. Als het klaar is en dan moet je inloggen. Het is voor mij maximaal 12 uur. Anders maximaal 24 uur. Heb je dan nog niet, moet je dat supportcenter even... Ja, even zeggen, hallo, wat is dit nou? Maar 50k, dus handig, hoeft niet. Je kan ook gewoon, als je zeg maar een account hebt met maar 1000 coins, komt het ook goed, duurt alleen iets langer. Stel je voor, je wilt 2 miljoen op je account, kost dan 23,98 euro. Dit, mensen, is zo ongelooflijk belangrijk om te doen. Lees dit door, ja, ik ga het niet allemaal vertellen. Het staat hier precies, echt precies uitgelegd. Dit is puur zodat de site niet tegen dingen aanloopt waar ze niet doorheen kunnen. Bijvoorbeeld dat je iets op je mobiel moet of zo. En dat hebben ze natuurlijk niet, je mobiel. Dan zeg je hier, I inactivate my connection, bla bla. Vul je hier alles in, dus je weet wel wat het is. Je moet gewoon precies goed invullen. Nou, je snapt het allemaal wel, we doen het personeel. Als je het allemaal ingevuld hebt, dan ga je naar dit, I verify my PSN live account en passwords. Dan ga je door. Kom hier uit. Doe je couponcode. Dat is natuurlijk weer DNPNL. DNPNL. Als je dat doet, dat accepteer je weer. Gaat er weer een eurotje, iets meer dan een eurotje vanaf. Hartstikke nice. Kan je via Ideal. Ga je weer naar checkout en ga je weer naar je site toe. Zo makkelijk is het, mensen. Het is 100.000% betrouwbaar. En ja, dit is dus het beste wat ik kon vinden. Het is een goedkope site die ook zeg maar sponsors zoeken. Er zijn al echt nog wel iets goedkopere sites van de Chinezen zeg maar die zoeken ook sponsors. Maar dit was dus ongeveer de video wel alweer. Ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben. Als je nog coins wil kopen, doe het dan bij deze site. Doe het bij, ja, ik heb het liefst, doe het via mijn link. Want dan zien zij dus van, oh, kijk, Koen, hartstikke leuk, dankjewel. Je brengt zoveel binnen, uitstekend. Dit wordt een geweldige samenwerking, bla bla bla. Ik krijg er dus niet meer geld door, maar ze zien dus wel van, ja, nou oké, okay, je krijgt wel dat en dat, weet je. Dus dat is op zich wel, ja, is gewoon nice, weet je wel. Het is een goedkope site die in heel Nederland, zeg maar, ja, geadverteerd wordt. Daar heb ik ook op gezocht en dat heb ik dus gevonden. In ieder geval, mensen, ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben. Ik sluit veel regen, geabonneerd de volgende keer. En ik zeg doei, later.